Juni 1945. Henri Bakens uit Jette stapt samen met zijn ouders naar het Rode Kruis in Brussel. Daar neemt hij afscheid van hen, want morgen vertrekt hij naar Denemarken. Hij is hier niet alleen. Een 200-tal jongens en meisjes zijn hier samengekomen. Als 11-jarige heeft Henri erg onder de oorlog geleden. 4 jaar voedselschaarste maakte hem tenger. Maar de bombardementen, bedoeld voor het goederenstation Tournes en taxis, en vooral de voltreffer nabij zijn huis, hebben hem heel angstig gemaakt. Henri is een van de vele kinderen die verzwakt uit de Tweede Wereldoorlog komt. Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn selecteert deze kinderen en het Rode Kruis organiseert voor hen een vakantie in Zwitserland of Denemarken. Hier kunnen ze aansterken en genieten van een gezonde omgeving. De volgende dag worden de kinderen naar Melsbroek gebracht. Een Dakota DC-3 van het Engels leger komt brommend naar hen toe. Instappen en vertrekken. In het kleine dorpje Farum wordt hij opgenomen in een landbouwersfamilie. Hij geniet van de hartelijke ontvangst, de vriendschap, het lekkere eten en het plezier. Ook de jaren nadien stuurt het Belgische Rode Kruis telkens 200 kinderen naar Denemarken om hen een deugddoende vakantie te bezorgen.